Fleur Agema, PVV. Wie mag er beginnen bij een debat? Kamerleden die ontvangen de minister of de staatssecretaris, die nodigen zij uit naar de Kamer voor een debat. Dus het is dan wel fijn voor een minister om te weten waarom hij naar de Kamer komt. Dus daarom is altijd eerste termijn van de Kamer. En in die eerste termijn van de Kamer spreken alle sprekers die wat willen vragen, die wat willen zeggen, die een opvatting hebben over een bepaald onderwerp. En als iedereen is geweest, en er zijn ook de interrupties tussen partijen geweest, dan komt de eerste termijn van de minister of van de staatssecretaris, net wie. Soms zijn ze er allebei, soms zijn er zelfs meerdere ministers van meerdere ministeries. Maar in mijn geval is het meestal alleen de staatssecretaris. En zij geeft dan haar opvatting over het onderwerp en gaat vervolgens alle vragen die zijn gesteld beantwoorden. Nou, dat is de eerste termijn. Wat gebeurt er in de tweede termijn? Ja, een Kamerlid heeft dan in de tussentijd bepaald of hij tevreden is of niet tevreden is met de antwoorden van de staatssecretaris. En je hebt dan ook wel bepaald of je tevreden bent met het antwoord en dus wel of niet bijvoorbeeld een motie in gaat dienen op een bepaald onderwerp. Is ieder Kamerlid even lang aan het woord? Dan denk ik van ja, maar ik wil dit punt groter maken. Nou, dan formuleer ik mijn tekst wat prikkelender. Zodat ik me voor kan stellen dat er anderen zijn die gaan interrumperen. En dan kom ik aan meer spreektijd om een punt duidelijker over te brengen. Maar een ander heeft ook de gelegenheid, een ander Kamerlid, om aan te geven dat ze het met mij oneens zijn. Hoe wordt die spreektijd bijgehouden? Ja, dat wordt bijgehouden met een stopwatch. Een klein klokje op het spreekgestoelte loopt mee. En ja, als je er bijna bent, dan begint het te knipperen. En nou, dat zien de mensen thuis ook wel eens. Dat leden wel eens zeggen, ja, ik zie dat mijn lampje begint te knipperen. Nou, dat betekent het lampje van opschieten, want je bent er bijna. En dan moet je afronden. Waarom spreekt iedereen via de voorzitter? En je bent met passie bezig, dat doen Kamerleden. Ja, en dan gebeurt het wel eens dat de gemoederen hoog oplopen. Nou ja, en als je dan via de voorzitter spreekt, die dan ook als scheidsrechter tussen de partijen in zit, dan is het idee dat de gemoederen wat tot bedaren brengt.